Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto is het niet goed te zien, maar er ligt heel veel lage bewolking boven Nederland. En die heeft er ook voor gezorgd dat het afgelopen nacht lang niet zo koud is geworden als dat werd verwacht. Vanochtend ligt de temperatuur op veel plaatsen nog wel onder het vriespunt. Daarbij blijft het dus grotendeels bewolkt, maar in de middag breekt af en toe wel even de zon door. In het zuidwesten trekt mogelijk een enkele winterse bui over, maar voor de rest is het droog. en De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Vanavond ook een afwisseling van wolken en opklaringen. Daar waar het wat meer opklaart, voor langere tijd gaat de temperatuur weer onder de min 5 graden. Voor de rest is het min 1 tot min 3. Morgen overdag is de temperatuur dan in eerste instantie rond het vriespunt. Het raakt geleidelijk aan bewolkt en vanuit het noordwesten volgt er dan neerslag. Want inwaarts kan dat natte sneeuw of sneeuw zijn, in de kustgebieden de regen. En in de avond gaat er overal regen vallen en dan gaat de temperatuur ook omhoog. Op zaterdag is het dan 6 of 8 graden zelfs, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en periode met regen. Op zondag en maandag komt er dan weer iets koudere lucht met soms ook natte sneeuw. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.